Het is dus nog erger dan we dachten. Het is nog erger dan we dachten. Echt niet normaal. Hoi. Ik ben blij dat jullie zo enthousiast zijn. Ja. Als je dit al zien, dan is het feest, toch? Oh. De mosselman is hier, geloof ik. Wat is op dit moment jouw bevinding van het resultaat hier? Hij is heel smerig. Hij was heel smerig. Nou, we gaan hem verplaatsen. Hoppa. Ook lekker. Ja, pootje erachter. Handige man hoor, die heb ik ook. Dat zie je wel. Oeh. Heel strak. Aangezien we natuurlijk wat slecht nieuws hebben, in zoverre dat we voorlopig niet verder kunnen varen, ga ik beginnen met anodes eraf slopen. Was erbij, die heeft mij geholpen met de boot eruit te halen en die gaf mij dus nog een hele goede tip en die gaan we dus nu testen. Ik heb alle anodes die we er net allemaal af hebben zitten sleutelen. Toen zei hij al van, in plaats van vervangen moet je ze gewoon een paar dagen in de schoonmaker zijn. Ik heb even een paar flesjes gehaald, een stuk of 10 liter. Ja, en dan gaan we eens kijken of ze zo schoon worden als dat we ze hebben willen. Ik ga deze rommel in de azijn zetten en dan hoop ik ja, dat het werkt. Wel lekker als je maar aan zit. Chemische hemmer wordt dit. Kijk, je ziet het gewoon bubbelen. MUZIEK.
Ik heb handschoenen en we gaan nu beginnen met die waterlijn even te schrobben. Dus heb ik net even rommel gehaald in de winkel hiernaast. Schijnt heel goed te werken. Ik heb al een bril op, want als die ogen komt ben je gewoon klaar. Dit is natuurlijk een kriem, want dan krijg je op het water er gewoon niet af. Dit is gewoon troep. Een flesje van dit. En een dopje even hierop zetten. Laat ze hem kwijt zijn. En een bril op, hè. Een beetje van deze zooi. Kijk, dit schiet al lekker op. Nou, inmiddels is Mathieu aan het schuren gegaan. Dus ik heb vanmiddag de hele boot met de hand gewassen. En die horen bruine strepen weg zitten halen. We gaan nu even kijken hoe het er op dit moment bij staat. De verhalen staan momenteel stil. En dat komt omdat ik gewoon zelf ook de hele dag aan de boot aan het werk ben. En dus eigenlijk niet veel tijd heb om video's te maken. Natuurlijk een heel slecht excuus, ik weet het. Maar als we nu even gas geven, des te sneller zijn we weer in het water. Lopen lekker op schema. Zometeen gaan beginnen met primer. Dan kunnen we aan de ene kant met primer en aan de andere kant kunnen we schuren. En dan, dan gaat het lekker vlot. En nou is de bedoeling dat hij ook helemaal in de primer gaat? Ja, helemaal in de primer. Kijk. Geen half werk. Geen half werk. Nee, dat is belangrijk. Het ziet er wel in je pijp dat het zilver erin is, maar dat grijs. Ziet geen mis, zit onder water. Maar... Het is een beetje vroeg, maar ja, vroeg beginnen. Kunnen we meters maken. Ik hoor niks meer, dus de koffie is klaar. Ik ga even koffie drinken en dan gaan we starten. Ja, het is natuurlijk mijn kant. Het is zeik weer, het regent ook nog. Dus soms zit het mee, vaak ook niet. We gaan beginnen, want hier zitten we nog lekker droog. Ze treffen het ook wel, hè, met het weer. We gaan kijken of we hem nog binnen kunnen rijden. Wordt toch een heel dingetje dit. We gaan het proberen. Nou, daar gaat ie. Maar die doet er omhoog, hè? Ja, het gaat goed. Het is dus vandaag de dag dat zomerstorm Poli voorbij komt en de nodige schade al heeft aangericht. Dus we gaan naar binnen. Zit er helemaal wat in de regen. We kunnen gewoon naar binnen. Dat we het nou pas geprobeerd hebben, hè? Het scheelt, hè, want ik heb dit buiten allemaal zitten schuren.
zien. Achter ook een heel bureau. We moeten nog een stukje. Maar het begint wel vorm te krijgen. Het ging ook echt te keer, hè? Dus nou, konden we naar binnen, ging echt op zo'n stuk. Ja. Nou ja, we komen nog wat plekjes tegen. Ben ik allemaal aan het uitschuren. Vanmorgen zag je dat ik begonnen was aan de achterkant, andere kant. En nu zit ik al bij de punt. Het is meer een soort schapenscheren, lijkt het er. En volgens mij is deze kant goed. Kapot. Hele zijkant. In één ochtend. Anders komen we natuurlijk nooit op tijd op water, hè? Kijk, ik heb hier van dit soort plekjes. Waar ze dus alles hebben lopen kloten. Er zitten meerdere lagen op elkaar. Dus om te voorkomen dat het los gaat, er zaten bobbeltjes in, en heb ik het idee om het zwarte gewoon iets hoger te doen. Want het is niet alleen hier, we hebben hier ook nog zo'n mooie plek, helemaal teruggeschuurd. Gaan we eerst nog behandelen. Hier nog zo'n plekje. En dan ook nog een keer hier. Hier. Want heb ik dat ook gehad, zie je. En die hadden we geschuurd. En daar staat nu een epoxy laag op. Dus ook aan die kant. Dan gaan we dit even schuren. Wat? Tip, je hebt hier stilgezet. Ja, dit is Ernst en die was met hetzelfde bezig als ik, alleen op zijn eigen schip. En die lag hier verderop in de haven. En dan gaan we zo eens even een kijkje nemen. Ik heb al meters gemaakt. Ja. Ik ben wel gebroken, hoor. Ja. Dit is het schip van Ernst en het zit nog vol met leuke oude details. Heel leuk schip. Moet kijken, we lopen er even omheen. Hij was ook bezig met de antivuiling. En die ging zo hard dat ik zei van joh, dat gaat snel. Kijk, de vrouw Marie. En ik vond die bewerkingen van het hout zo mooi. Dus ik zeg tegen hem van dat wil ik even filmen. Want het is echt heel grappig. Glas en lood erin zelfs. Behalve als je niet wil hoor, want dadelijk is het zo weer uit. Nou, leuk man. Nou, hij gaat nu koffie zetten. Ga ik hier even koffie drinken. Kijk, dit is toch gaaf jongens. Dan zie je die bewerking. Glas en lood. En een molentje en een zeilschip. Dit bootje, dit is zo geinig. En hier een molentje. Dat is toch gaaf. Het plaatje echt compleet. Ja. Daar bijvoorbeeld. Nou, Ernst die had er zin in. Die dacht, ik neem een schip met zoveel mogelijk werk. Ja, maximaal nu. Ja, mooi hè. Dit is sowieso helemaal leuk. Olielampje daar. Ja. Ik vond dat de bewerking in dat hout vond ik zo gaaf. En dat glas en lood ook hè. Prachtig toch? Ik bedoel, dat zijn de oude details. Die wil je bewaren als je zo'n boot hebt. Ik bedoel, heel veel mensen zijn ook in staat om gewoon alles eruit te slopen. Maar zulke details wil je toch niet wegdoen? Het is eigenlijk wel een bootje voor Daan, denk ik. Dan moet je eens even meters aan maken hier. Mensen zagen mij net nog schuren, weet je wel. En dan en beneden. En nou zien ze hem alweer verven. Ja. De schil is weer druk vandaag. Hier hè? Gewoon helemaal zacht. Hier, kijk. Kijken. En zo val ik van het ene probleem in het andere probleem. Nou, we zijn een heel eind gekomen, maar we zijn nog niet klaar. Maar we moeten wel naar buiten. Want als je natuurlijk slaapt op de boot, in zo'n loods mag je niet blijven slapen. Want als er iets gebeurt in de loods, ja, dan gaat het natuurlijk gelijk helemaal fout. Dus ja, behoorlijk progress gemaakt vandaag. Ja, YouTube. Morgen lag ik op
erom, maar dat is goed gezien, weet je. Ik had natuurlijk gezegd, en Jen, doe jij het even, maar... Beetje kraken, beetje rommelen. En dan komen we buiten. Goedemorgen. Er is een hele mooie gelegenheid om bepaalde oude schadetjes van bijvoorbeeld venden, krassen en dat soort zaken even te gaan polijsten. Ik het over tot Rupes Poetsmaster. Een hele goede polijsmachine. Die gaan we nu eerst eventjes gebruiken om de pets te wassen. De petswasser staat hier naast me. Want ik heb ze niet goed schoongemaakt de laatste keer. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt heel verstandig. Maar het is wat het is. En elk van deze pads heeft natuurlijk een verschillende grofte. Dit is de meest grove. Iets minder. Dit is de fijnste. Dus we beginnen eigenlijk met stap 3. Omdat ik niet weet hoe sterk de lak is. Dus dan gaan we niet vol gas gelijk met de grofste. Altijd schudden, hè? Oké, medium compound. Gaan we mee beginnen. Om te beginnen, 4 etjes erop. We gaan dus... met de zwaarste compound aan de gang. En tenminste die ik hier heb. En er staat bij dat die krassen tot 1500 wegwerkt. We beginnen weer met een paar streepjes. Dus nou ja, de ergste plekken haal ik natuurlijk weg met de machine. Daarna zet ik hem in de wax en dan komen we zometeen weer met een prachtige boot tevoorschijn. Ja, klinkt misschien een beetje gek als ik het zeg, maar ik gebruik dus gewoon weer die keramiekwax. Die vloeibare Meguiar's wax. Moet je kijken dan. Die stofzuiger heeft toch een automatische stand? Ja. Maar ik weet niet hoe die werkt, ik heb hem niet op. Oh, zo. Want dan gaat je machine, als je je schuurmachine uitzet, dan gaat je stofzuiger ook weer uit. Oh, dat is handig. Ik zal wel even kijken. Ik leg even de buurman uit, die had een nieuwe Festool stofzuiger. En die wist nog niet hoe dat werkte met die stekker, dus dat hebben we even uitgelegd. Superleuk. En nou, weer kan ik gaan uitpoetsen. Alleen het nadeel is, althans bij die ene plek, is de schade. En ik heb hem niet helemaal glad gepolijst. Hoeft ook niet, want ik moet hem dus toch waarschijnlijk bijwerken. Ik sta natuurlijk gewoon nog druk te poetsen. Toen gebeurde er nog wat achter me. Er gaat een boot op transport. En een heel mooi bootje om te zien. Echt een mooi schip. En ja, er staat een trailer, jongen, met een vrachtwagen. En ze zijn nu dat ding aan het plaatsen. Dit ziet er prachtig uit. Vind ik dan leuk, weet je. Ik denk dat laat ik jullie ook even zien. Ze zijn natuurlijk al even bezig. Maar jemig, het is wel een plaatje hoor. Ja, dat goed. Ja, die ging van links naar rechts. Door het windje. Kijken. Ja, het lukt toch. Het lukt toch. Laatste stukje ben ik er ook helemaal klaar mee. Dat is een end, jongen. Het is een behoorlijke lap, maar we gaan nog even snel dat laatste stukje doen. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, het is echt een spiegeltje. Ziet er zo goed uit. Ja, dat was net heel leuk. Er waren net twee mensen hier. En Robert is degene die mij dus volgt samen met
Dan weet ik niet of het zijn vrouw of zijn vriendin is. Hij wou wel heel graag even komen kijken. Ze zijn hier zelf ook in de haven komen liggen. Maar hij wou alleen niet in beeld. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Maar hij was dus ook degene die mij gespot had in Amsterdam. Dus dat was wel even een hele leuke ontmoeting, zeg maar, op deze manier. Ik moet nog een aantal dingetjes doen. En dan gaan we weer te water. En dan hoop ik dat er hier nog een plekje is aan de steiger. Want dan kan ik tenminste even verder met mijn video's. Ja, loop even achter. Maar ik heb er lange werkdagen op zitten. Dus ik kwam niet toe aan het editen. Excuus daarvoor. Maar ja, het is niet anders. In principe was mijn idee om richting de Vecht te gaan. Ja, de controle van het onderwaterschip was eigenlijk veel extremer dan verwacht. Maar goed, het was nodig. In de volgende video gaan we deze laatste stapjes toch doen. Dus het monteren van die anodes. En dan gaat het schip te water. Voor nu wil ik in ieder geval weer bedanken voor het kijken. Geef ook nog even een duimpje omhoog als je de leuke video vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En hopelijk zie ik jullie terug in de volgende video dat we te water gaan. En dan gaan we richting de Vecht.